Oho. Meisje. Goed zo. Hé, hey, best leuk hè? Kom maar kijken, meisje. Goed zo. Ja, lekker appeltje. Ze moet naar buiten aankomende zaterdag voor de opening. En dan is het wel heel fijn dat zij gewoon alvast gewend is aan deze doorgang. Hoe lang geleden is ze hier gearriveerd in Blijdorp? Een week geleden. Ja, ruim een week geleden. En in het begin was het nog een beetje van wat vreemd allemaal. Maar ze is eigenlijk heel goed gewend nu. Het zijn wel dieren die om het minst of geringst schrikken. Een schrikreactie kunnen krijgen. En ze doet het hartstikke goed, dus we zijn er super blij mee. En meisje? Naima is één van de twee zwarte neushoorns die onderdak krijgen in de gerenoveerde dikhuidenvleugel. Dit gedeelte van de Rivierenhal is helemaal in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Ja, we leven nu wel in een andere tijd, dus we zijn anders gaan denken over het welzijn van de dieren en ook over de beleving van het publiek. En dan pas je het natuurlijk aan met moderne technieken, met een luchtverversingssysteem, met een andere vloer, omdat er nu meer mensen overlopen. Met meer ruimte voor de dieren, dat is ook belangrijk. Dus waar vroeger een hele kudde olifanten stond, is nu plek voor alleen de dwergnijlpaardjes, die niet al te opgewonden reageren op hun nieuwe stekkie, en de twee zwarte neushoorns. Wij hebben tot 50 jaar geleden zwarte neushoorns in Blijdorp gehad. Er is zelfs ook een jong geboren in 1960, Laura. Nou, dat was een sensatie, want dat was het eerste en enige jong van een zwarte neushoorn dat in een Nederlandse dierentuin is geboren. En dat is nog steeds zo tot op de dag van vandaag. Dus ja, we zijn er eigenlijk best wel heel trots op. En we hopen eigenlijk ook dat we nu met deze zwarte neushoorns ook weer kunnen fokken en een bijdrage kunnen leveren aan het fokprogramma. En dit is dan het mannetje dat de vader van die neushoornbaby zou moeten worden. Fungu uit de Howlett Zoo in Canterbury in Engeland. Het mannetje wat we hebben, dat is iets minder rustig. En, zijn moeder is ook wildvang. Dus die is zeg maar uit het wild komt hij vandaan. En hij is opgevoed door die moeder. Met die zo pittig is. En dat heeft hij natuurlijk allemaal meegekregen. En vandaar dat hij ook zo pittig is. Het buitenverblijf is ook weer helemaal in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Inclusief de tegelrand. Dat zijn echt weer tegels die op de ouderwetse manier gebakken zijn. En verder zien we hier het verblijf van de dwergnijlpaarden. Dat is iets aangepast in die zin dat je een pleintje hier hebt gekregen waar je als bezoeker lekker kan relaxen. Terwijl je zicht hebt op die grote ruit waarachter de dwergnijlpaarden dan een bad gaan nemen. Hier zien we een zandbed. We weten dat neushoorns het vaak lekker vinden om in zo'n zandbed te slapen. En hier tegenover hebben we weer een modderbad. Op dit moment is het nog geen modder, maar ik kan je wel verzekeren dat als het even regent en de neushoorns die gaan erin liggen rollen, dan is het binnen de kortste keren is het echt een verschrikkelijke modderbende. En dat vinden ze heerlijk, dat is ook goed voor hun huid. Naima ziet het zo te zien wel zitten buiten. Kijk eens. Het kost heel wat kroppen sla om haar weer terug te krijgen naar haar binnenverblijf. Goed zo.